Waar bevind ik mij hier? Op de binnenplaats van de Wierikerschans. En wat is de Wierikerschans? Dat is een fort. Een fortificatie van de oude Hollandse waterlinie. En wat is een waterlinie? Dat is een systeem waarmee wij Nederland konden verdedigen tegen de vijand. Maar hoe deden we dat? Door in feite de dijk door te steken en grote delen van het land onder water te laten lopen, zodat de vijand niet verder kon. Behalve als het heel hard gevroren had, dan kon hij eventueel over het ijs, maar in het algemeen werkte dat prima. Die inundatie, zoals dat heet. Het onder water zetten van het land. En dan heb ik hier een kaart. Ik sprak, herinnert u het zich even, over de oude Hollandse waterlinie. Kijk eens aan. Hele leuke ouderwetse schoolkaart. En dan zien we eerst even in het groot. Dit is de oude Hollandse waterlinie. Hier. En die Hollandse waterlinie heeft er in 1672 voor gezorgd dat de Fransen in feite West-Nederland niet hebben veroverd. Dat is toch wel van enorm belang geweest, hè, voordat het wel gebeurd was. Maar als u nou goed heeft opgelet, en ik hoop dat dat het geval is, en dan heeft u gezien, kijk eens even hier, dat de stad Utrecht, die ligt buiten de oude Hollandse waterlinie. Met aanzienlijke strategische gevolgen. Want de stad Utrecht, kijk eens hier, die is door de Fransen ingenomen in 1672. En de stad Utrecht moest de kosten van de bezetting betalen. Met als gevolg dat de stad Utrecht jarenlang in feite zo arm als een kerkrat is geweest. En dan is de vraag natuurlijk, waarom hebben ze Utrecht, niet waar de grootste stad van het land, zeker toen, waarom hebben ze die nou buiten die Hollandse, oude Hollandse waterlinie gelaten? Je bent natuurlijk in eerste instantie geneigd te denken, dat hebben die rot-Hollanders gedaan, niet waar, om Utrecht te pesten, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Het feit dat Utrecht buiten de oude Hollandse waterlinie ligt, hebben we aan Utrecht zelf te danken. Sterker nog, de Utrechters wilden helemaal niet dat zij een onderdeel zouden zijn van die oude Hollandse waterlinie. Want zij waren bang dat de stad Amersfoort op die manier een waterverbinding zou krijgen met de Rijn. En dan zou Utrecht zou beconcurreerd kunnen worden in economisch opzicht door Amersfoort. Dat was het idee. En zo hebben ze dat laten slippen. We moeten er wel bij zeggen dat veel later, in de 19e eeuw, is de nieuwe Hollandse waterlinie aangelegd. En die loopt anders. Die loopt namelijk hier. Die loopt hier zo'n beetje van Naarden zo. Niet waar? En dan zie je dus dat Utrecht wel binnen de nieuwe Hollandse waterlinie ligt. En als u een beetje bekend bent met Utrecht, dan weet u dat daar ook in de buurt van Utrecht allemaal enorme forten lagen. Maar zo is het dus het verhaal van de oude en de nieuwe Hollandse waterlinie. Maar hoe dat nou precies zit en wat voor bezwaren Utrecht had en de Utrechters, dat horen we van Leen Ouweneel. Die heeft daar een boek over geschreven. Ik heb het al gezien, het ziet er geweldig uit. Dat is dus het smalste stukje van de oude Hollandse waterlinie, zoals die in juni werd geëffectueerd. En die, 1672, ja. Gaan we dit doen. Zo. Wat wij gaan bespreken is eigenlijk het hoogste eigenaardige vraagstuk waarom Utrecht eigenlijk buiten de oude Hollandse waterlinie lag. Want je bent geneigd om te denken dat is natuurlijk pesterij van de Hollanders, hè, om Utrecht daar buiten te houden. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. En dat mag u nou even uitleggen waarom het zo gelopen is. Eigenlijk ontzettend kortzichtig, toch? Ja, nogal. Het is een... In eerste instantie was het zelfs in het begin van 1672, het rampjaar,
zijn er uitgebreid onderhandelingen geweest tussen de beide provincies om ervoor te zorgen dat beide provincies eigenlijk door een waterlinie beschermd zouden worden. Om zelfs de Greppellinie al in werking te stellen. Maar op een gegeven moment ontstond er toch in die onderhandelingen ruis. Dus het bleek namelijk dat men in de Staten van Utrecht niet eens gezind waren. Ah. En op een gegeven moment zijn die onderhandelingen eigenlijk in zoverre afgekapt dat de mensen van Utrecht zeiden dat ze de Greppellinie eigenlijk geen haalbare kaart vonden. En legden ze ook uit waarom ze dat vonden? Ja, dat legden ze niet uit. Oh, dat legden ze niet uit. En maar toen de onderhandelingen gereed waren, hebben ze daarna nog wat na zitten praten. En toen kwam eigenlijk de aap uit de mouw dat de stad Utrecht, die was natuurlijk enorm machtig in de Staten van Utrecht, Die vond dat een waterlinie, zo'n Greppellinie, nadelig zou zijn voor de commercie van Utrecht. Want dan zou Amersfoort daarvan kunnen profiteren, zodat er een directe verbinding zou komen via het water. Een soort van kanaal eigenlijk, wat de basis van die waterlinie zou vormen. En dat betekende dus dat de handel niet meer via de vaart, via Utrecht, naar de Zuiderzee zou gaan. En daardoor is die... zijn die onderhandelingen over de Greppellinie afgeketst? Het aardige van deze informatie is natuurlijk dat Utrecht buiten die linie terecht is gekomen. Ja. Eigenlijk het gevolg is van eigen kortzichtigheid. Mijn vraag is eigenlijk, is dat echt recente kennis? En hoe komt u aan het document waar dat in staat? Dat document heb ik gevonden in het Rijksarchief. Daar zijn een heleboel rapporten die uitgebracht zijn aan de Staten van Holland, zijn daar genoteerd. En daar heb ik in het archief allemaal foto's van gemaakt. Die kunt u hier zien. Hier kun je duidelijk zien, hier staat verbaal van het gepasseerde in de conferentie enzovoorts. Dit is eigenlijk wat ze even na de hand hebben geschreven. Ja. Dit bovenste deel is het officiële stuk. En toen hebben ze deze notities. Ze hebben eigenlijk alle notities in één boek samengevat. En daar heb ik het mogen fotograferen. Ja. Was het wel eens eerder gelezen of bekeken? Mijn zinziens niet. Dat ik eigenlijk iets heb opgediept wat tamelijk uniek is, ja. Ja, ja, en wat een tamelijk uniek licht werpt op de kortzichtigheid van Utrecht, van precies. Utrechtse regenten. Ja, ja. Dit is een transcriptie van het centrale document, waarin die Utrechters zeggen nee, dat vinden wij niet zo'n goed idee. Gelijk of te vrezen was dat hetzelfde aanleiding zouden geven tot een doorvaart van de stad Amersfoort af tot aan de Rijn. En de zulkste commercie uit de Zuiderzee in de voorgaande Rijn zou brengen zonder de stad Utrecht te passeren. Dat is de crux, dat is de passage. Maar je ziet hier dus dat de regenten van de provincie, om het zo maar te zeggen, die waren er wel voor, maar het was de stad Utrecht die tegen was. Ja. Ja, inderdaad. Ten slotte zijn daar de onderhandelingen volledig op gestrand. Intussen zag Holland van, dat gaat de verkeerde kant op. Die zijn pas in april 1672, nadat ze voelden van, dat gaat niet goed. Toen zijn ze pas de Oude Hollandse Waterlinie gaan bekijken. Toen hebben ze een aantal regenten benoemd om onderzoek te gaan plegen om op Hollands gebied een waterlinie te realiseren. Maar het interessante is natuurlijk dat gaat de deur weer open. Het interessante is natuurlijk dat vervolgens in datzelfde jaar, 1672,
de Fransen de Nederlandse Republiek aanvallen. Ja, ja. En tenslotte worden tegengehouden door de oude Hollandse waterlinie. Ja, ja, precies. Terwijl ja. Utrecht, daar is het eigenlijk beroerd mee afgelopen, ja. Want Utrecht is door de Fransen bezet. Ja, ja. En, als ze dus echt mee hadden gewerkt ja. aan die Grebbelinie. Waren ze waarschijnlijk niet bezet door de nee, Fransen. Nee, nee, althans, precies. Dat kan. Dat is mogelijk. Dat had mogelijk geweest, ja. 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 Maar had die Grebbelinie wel ook dat jaar al moeten functioneren? Ja, maar men zag de mogelijkheid, ja? Men zag de mogelijkheid om dat te realiseren. Ah, je kon die Gelderse Vallei makkelijk onder water zetten. Ja, ja, ja. Ja. We hebben deze aflevering iets nieuws gehoord. Een nieuw historisch feit. En het aardige ervan is dat het een heel ironisch historisch feit is. Want wat blijkt, nota bene, in het rampjaar 1672 hebben de Utrechters duidelijk gemaakt dat ze er helemaal niet voor voelden om de oude Hollandse waterlinie aan de oostkant van Utrecht aan te leggen. Daar zagen ze niks in. Want zij waren bang dat de Grebbelinie dan eventueel een waterverbinding zou creëren tussen Amersfoort en de Rijn. En dat zou betekenen dat Amersfoort als handelsstad Utrecht concurrentie aan zou doen. Dus ze hebben dat hele plan afgewezen. En wat gebeurt er vervolgens in het rampjaar? De Fransen trekken de Republiek binnen en bezetten dat deel van de Republiek wat niet door de oude Hollandse waterlinie werd beschermd. En zodoende werd de stad Utrecht ook bezet. En je vraagt je af of die regenten thuis hebben gedacht van, was dat toch niet een beetje kortzichtig dat we besloten hebben om Utrecht buiten de oude Hollandse waterlinie te houden. Maar het is ook wel leuk dat je ziet dat door eigenlijk een zeer beperkte interpretatie van de eigen belangen Utrecht het slachtoffer wordt van die zeer beperkte interpretatie.